leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een unboxing van Lounge. En ik heb er echt mega veel zin in. Ik kon echt niet wachten om het pakketje open te maken. En nu ga ik dat lekker doen. Als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met de video. Ik heb al een keer eerder een samenwerking gehad met Lounge of Lounge Underwear. En daar was ik echt heel erg tevreden mee. En toen ik weer een mailtje kreeg of ik wat leuke setjes wilde ontvangen, zei ik natuurlijk geen nee. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik heb een hele grote doos. Omdat ik naast lingerie ook kleding heb besteld. Want ze hebben daar ook gewoon lounge kleding. En ook badjassen hebben ze. Ze hebben zwemkleding. Ze hebben best wel veel. Ja, ik kan gewoon echt niet wachten om het open te maken. Wat ik heel erg fijn vind aan Lounge is dat de kwaliteit gewoon echt heel erg goed is. En dat je ook hele goede beelden hebt van de modellen. Je hebt gewoon heel veel verschillende modellen. En elk model heeft een ander lichaam. En dat geeft gewoon echt een fijn gevoel als je op de site aan het kijken bent. Dus ik kan dan gewoon heel erg goed zien hoe het bij anderen staat. En dat vind ik heel erg fijn. Ik heb ook voor jullie een kortingscode. Namelijk met de code Janette10 krijg je vanaf 1 februari krijg je korting. En ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. De kortingscode. En er is ook heel vaak gewoon nog andere korting op Lounge. Dus dat is heel erg fijn. Ik ga de doos eventjes openmaken. Oké, het zit in twee hele mooie dozen. Met een mooie witte strik eromheen. Oké, het zijn twee dozen. Niet omdat het zoveel is. Maar omdat ik een groot item heb besteld. Ik ga de eerste doos openmaken. Wat nog belangrijk is om te weten is dat ik zelf altijd qua broeken maat SM heb. Dus meestal tussen 36 en 38 in. En ik neig meer naar een 38. En qua BH-maat heb ik of B75 of C70. En dat zit bij mij echt perfect. En ik ga verder dus ook alle maten vertellen die ik nu heb gekocht. Dan zit het verder zo ingepakt. Ik denk dat hier de badjas in zit. Want ik heb namelijk een badjas besteld. Mensen die mijn andere video's kijken weten dat ik ga verhuizen. En ik dacht, hoe leuk is het om dan een nieuwe badjas te hebben. En dit was nieuw. Ze hadden ook nog een andere kleur. Ze hadden een roze en een grijze. Maar ik vond de roze wel heel erg leuk. Als eerst voelt de badjas echt mega zacht aan. Hij is dus heel erg licht roze. Zelfs een beetje naar beige crème toe. Wat ik heel erg mooi vind. Oh, ik ben hier zo blij mee. En deze badjas heeft dus een capuchon. Wat heel erg leuk is. En aan de achterkant heeft hij dan met witte letters staan Lounge. Ik hoop dat dat goed overkomt. Nou, ik ben hier helemaal blij mee. En ik weet zeker dat ik dit in het nieuwe huis heel vaak ga gebruiken. Want ik had dit gewoon echt nodig. Ik heb altijd echt van die dunne badjassen gewoon van de Primark of zo. Maar deze is echt toppie. Dus deze had ik in een maatje SM. Van deze items wel gewoon try-on beelden doen. Zodat jullie kunnen zien hoe het mij staat. Maar van de lingerie ga ik dat niet doen. Oké, ik heb de badjas even gewoon over mijn kleding aangedaan. En hij zit heel erg fijn. Ik heb dus een SM en hij komt tot over mijn knieën heen. Hij is heel erg zacht. En hij heeft dus ook een capuchon. Dus dat is ook heel erg fijn. En er zit voor de rest gewoon een band omheen. Ja, ik heb hier niet heel erg veel op aan te merken. Want hij zit gewoon prima. Dan ben ik alweer bij de andere doos. Deze had ik eigenlijk even als eerste moeten doen. Maar hierin staat hoe je het moet wassen. Hoe je het best kan bewaren. Er zit gewoon een instructie in. En dat is gewoon heel erg fijn. Ook als je het wil retouren staat hier alle informatie in. Dus dat is fijn. Het zijn gewoon echt cadeautjes om uit te pakken. Als eerste heb ik zo'n triangle setje. Dit is zonder beugel en dit zit heel erg fijn. Ik heb deze ook al in het zwart en deze draag ik echt heel erg vaak. Ik heb het topje in de maat S. Het is gewoon een lichtgrijs topje met eronder dan Lounge staat er heel erg mooi in het wit. En de bandjes kan je gewoon verstellen, dus dat is fijn. Aan de achterkant heeft hij dus gewoon alleen een elastieke band. En bij mij met 75B is dit echt perfect. Hij zou misschien een M kunnen, maar dan ben ik bang dat de omvang te groot wordt. Maar deze zit helemaal prima. En daarbij hoort dus deze string. Waar ook weer op staat Lounge. En wat heel erg fijn is. Is dat hij hier een dubbel laagje heeft. En ja, het zit gewoon heel erg fijn. Ik vind deze band altijd heel erg fijn. Dat hij zo dik is. En niet dat je alleen van die touwtjes hebt. En dit setje is heel erg leuk. En het zit gewoon heel erg lekker. Dus dit is wel een van mijn favorieten. Dan zie ik een rood setje. Volgens mij was dit van de nieuwe collectie. Ja, deze was van de nieuwe collectie en ik wilde deze heel graag proberen. Hij is namelijk helemaal rood met kant. En deze heb ik denk ik in een 75B. Kijk voor de zekerheid even. Oh nee, deze had je ook gewoon in een maatje S. Het topje ziet er op zich best wel klein uit. Ik zal hier even neerzetten of die past. Aan de achterkant kan je hem dus verstellen. Want hij heeft gewoon zo'n BH-sluiting. En je kan de bandjes dus ook aanpassen. Je moet er dus wel rekening mee houden dat hij helemaal van kant is. Dus aan de voorkant gewoon helemaal doorschijnt. Ik vond deze collectie wel heel erg mooi. En daarbij hoort deze string. Vind ik ook echt heel erg mooi. Ik vind die band ook heel erg leuk. Daar staat ook weer Lounge op. Voor de rest is die ook weer helemaal van kant. De achterkant ook. Maar hij heeft hier dus wel een extra stukje stof. Zodat dat niet helemaal van kant is. Want dat is niet zo fijn. Deze zit gewoon bij mij helemaal goed. Want ik heb alle broekjes altijd in een maatje S. Voor de rest heb ik er niet heel erg veel op aan te merken. Je ziet er ook een soort van klein goud detail doorheen. Ik weet niet of dat goed overkomt. Ik hoop dat ik dat goed kan laten zien. Maar je ziet er dus een soort van goud detail doorheen. En dat maakt het natuurlijk wel extra mooi. Dus dat is het rode setje. Dan heb ik nog een ander kleurtje van mijn lievelingssetjes. Deze had ik ook al in het blauw en in het rood. Deze is namelijk van de Balcony lijn. En ik vind deze het mooi zitten en gewoon echt fantastisch. Ik heb dus nu het zwarte model. En er zit hier ook gewoon een beugel in. Wat ik heel erg fijn vind. En aan de achterkant gewoon een BH-sluiting. De bandjes kan je stellen. En deze zit gewoon echt perfect als je 75B hebt. En dan kan je ook dus gewoon een 75B bestellen. Dus dat is deze. En aan de onderkant staat weer Lounge. En ook dit broekje die erbij zit. Die is dus ook heel erg fijn. Deze is ook in de maat S. Dus de maat S valt wel wat aan de grotere kant. Dus als je twijfelt tussen een S of een M zou ik een S nemen. En deze is ook heel erg mooi. En ik vind gewoon zwart altijd heel erg leuk. En ik draag dat ook het meeste. Dus dit setje kon echt niet ontbreken. Dan heb ik nog iets anders. Namelijk een soort joggingspak. Ik vond deze echt heel erg leuk eruit zien. En ik dacht het is ook wel leuk om wat andere dingen te bestellen. In plaats van alleen maar lingerie. Ik heb dit pak helemaal in de maat S. Dit is de trui. Het is een grijze trui waarop heel vaak Lounge staat. Ja, ik ga deze zo aandoen. Dus dan zien jullie hoe het eruit ziet. De kwaliteit voelt heel erg goed aan. Hele dikke stof. En ja, je leeft nu natuurlijk echt gewoon in joggingspakken. Dus deze kon echt niet ontbreken. Heel erg leuk. Ja, verder kan ik er niet zoveel over vertellen. Ik zal de broek er even bij pakken. En dit is de broek die erbij hoort. Deze is ook gewoon met een elastieke band. En van die touwtjes dat je hem wat strakker kan trekken. Dat vind ik heel erg mooi. Hij heeft zakken aan de voorkant. Maar ook aan de achterkant. Ja, echt een hele dikke stof. Dit is gewoon een soort van beste joggingspak wat je kan hebben. En aan de onderkant heeft hij dus ook weer elastiek. Zodat het gewoon wel aan de onderkant strak aan je benen zit. Heel erg leuk pak. En ik vind het ook een hele leuke kleur grijs. En ik denk dat ik hier heel erg blij mee ga zijn. Want die binnenkant is mega zacht. Dus dit is het joggingspak van Lounge. Ik heb het joggingspak aan. Ik ben echt helemaal verliefd. Ik heb hem nu heel even hier onder mijn BH vastgemaakt. Zodat je het wat beter kan zien. Maar de trui zit mega lekker. Hij is heel erg warm. Zacht aan de binnenkant. En ik heb echt precies de goede maat uitgezocht. Ik zal even op het bed staan. Dan kan je de broek wat beter zien. Nou, ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Maar zo ziet de broek eruit. En je kan dit dus nog gewoon verstellen. En ik vind deze set echt heel erg leuk. En ja, het zit gewoon echt top. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dan waren dit alle items die ik van Lounge heb ontvangen. Ik hoop dat jullie de items mooi vinden. Als jullie vragen hebben over maten mag je altijd een berichtje sturen. Je mag me ook een Insta-DM sturen als je dat fijner vindt. En dan probeer ik jullie zo verder te helpen. Mijn kortingscode was dus Janette10. En alle linkjes staan in de beschrijving. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!